Goedemiddag, ik ben Matthias van Vlaming Vastgoed. Vandaag neem ik jullie mee naar de Felix Zoopstraat 9 in het centrum van Tielt. Naar deze interbellum woning die opgetrokken is in het jaar 32 vorige eeuw. Maar ik toon jullie even de binnenkant, kom mee. Eens binnenkomen we onmiddellijk terug in de jaren 30. En dat zien we ook in de wachtkamer vooraan afgewerkt van die tijd, die altijd dienst deed als winkel. Maar dan nemen we het leukste stuk met dan nog een gastentoilet en dan gaan we door naar de leefruimte. Waar het zeer gezellig is, als we rond ons kijken, is de hele warme, aangename ruimte. Echte ruimte voor de liefhebbers. Prachtige open haard. Hoge plafonds, maar dat zien we straks ook nog. En van de eetkamer komen we aanpalend in de zitruimte, waar meer dan plaats genoeg is. Met al een eerste impressie op de tuin. Met aansluitend de zeer ruime, wel al eens gemoderniseerde keuken weliswaar. Maar een grieflijke keuken met een aanpalende ruime kelder. En verder, maar niet te min, de ontspanningsruimte, omgeven door glas, zicht op de prachtige stadstuin, aangelegde stadstuin, met dan ook de bijgebouwen en de vijver. Eens buiten maken we onmiddellijk kennis met de mooi aangelegde stadstuin, zuidwest georiënteerd, mooi aangelegd, voorzien van een leuke vijver. En dan neem ik jullie mee naar de eerste verdieping, dit is een prachtige trap. Eens boven komen we al direct terecht in de ruime master bedroom met aanpalende badkamer. Na de master bedroom komen we via de ruime hal naar de tweede kamer terecht. Het leuke hier is aanpalend, voorziet de woning zoals het vroeger ook veel was, van een eigen leefruimte. En dan hebben we de vierde slaapkamer die uitgeeft aan de straatkant van de woning. En dan volgend de badkamer, de gemeenschappelijke badkamer. Hebt u interesse in deze prachtige interbellum woning? Kom dan zeker langs op zaterdag 27 april tijdens onze kijkdag van onze slimme vastgoeddagen. Kom langs en kijk op onze website vlaming.be. Tot dan!